In deze webles gaan we kijken naar een hele specifieke procedure en die heet assentransformatie. En assentransformatie, dat zou je moeten kunnen beheersen en snappen. En ik wil het in deze webles illustreren aan de hand van een fictief onderzoek dat ik heb gedaan. Ik heb twee grootheden gemeten, x en y. Ik heb ze in een diagram tegen elkaar uitgezet. En de vraag is nu: welk verband kan ik vinden tussen de twee grootheden? En als je naar, de, naar het diagram kijkt, dan zul je wellicht zeggen. Nou, dit zou best wel eens een omgekeerd evenredig verband kunnen zijn. Alleen, hoe weet ik dat nu zeker? Ik kan het uh, illustreren. Ik kan nog twee andere meetseries erbij zetten, een groene en een uh, grijze. En ik zou nou dezelfde vraag kunnen stellen: uh, Is dit een omgekeerd evenredig verband? Zijn ze alle drie omgekeerd evenredig? Of uh, is er slechts één omgekeerd evenredig? Als ik de lijnen laat zien, dan krijg ik een meer wiskunde plaatje. En uh, hoe ik het ook presenteer, de conclusie zal toch zijn dat het heel moeilijk is, zo niet onmogelijk, om met het blote oog waar te nemen of een bepaald, bepaald verband aanwezig is. Eigenlijk kunnen we maar één verband met ons blote oog goed zien. En dat is een rechte lijn. Als de meetpunten op een rechte lijn zitten, dan kunnen we dat nagaan. En dan kunnen we ook iets zeggen over of dat zo is of niet. En dat is precies wat we gaan doen met Assertransformatie. We gaan proberen de, het diagram dat we hebben door middel van een truc, om te zetten in een ander diagram waarin een rechte lijn zichtbaar is. Wij gaan dus uh, deze grafieklijn recht trekken. En wat we daarvoor gaan doen is één van de twee grootheden, de x of de y as we gaan zien uh, dadelijk dat dat eigenlijk altijd de x-as is, die gaan we aanpassen, die gaan we slim aanpassen. De wiskunde erachter ziet er als volgt uit. Een rechte lijn heeft als wiskundige beschrijving uh, y is a keer x. Wij denken nu dat we te maken hebben met de omgekeerd evenredig verband. En eh, de wiskundeformule of de wiskundevergelijking die hoort bij een omgekeerd evenredig verband. is dus I is a delen door x. Oftewel I is a maal x tot de macht min 1. Wat gaan we nu doen? Het klinkt eigenlijk heel simpel. Wij gaan, dit is de tabel met meetwaarden trouwens. Wij gaan in deze tabel met meetwaarden wij dadelijk een derde kolom maken. En in die derde kolom zetten we een. Nieuwe grootheid uit. Ja, niet echt een nieuwe grootheid, we gaan de grootheid x. Daar gaan we iets mee doen. Want als je nu goed kijkt, dan zul je zien dat ik eigenlijk twee keer dezelfde formule heb. i is a keer x staat boven en onder staat i is a keer ook iets. Alleen die iets is niet x maar x min 1. Wat we nu gaan doen is een nieuwe diagram maken waarbij we op de x-as niet de x-waarde uitzetten, maar de x-1-waarde. En om dat te kunnen moeten we natuurlijk eerst een extra kolom in onze tabel zetten waarin we de x-1-waarde gaan uitrekenen. Nou die heb ik hier gedaan, die staan hier in oranje, staan ze uitgezet. En we gaan uh, nu een nieuwe grafiek maken waarin we x-accent uitzetten tegen y. En als we dat doen dan ziet dat er zo uit. Let op de x-as, daar staat nu x-accent als grootheid. En dat is dus eigenlijk in onze situatie is dat x, -1. x tot de macht min 1. En we hadden een vermoeden. Het vermoeden dat we hadden was dat het verband tussen x en y omgekeerd evenredig is. We hebben de bijbehorende assentransformatie uitgevoerd. We hebben gezien dat we een diagram krijgen met meetpunten die op een rechte lijn liggen. Dus het resultaat is een recht evenredig verband. En als je dat ziet dan kun je als conclusie trekken dat ons vermoeden... Juist is en dat we inderdaad te maken hadden met een omgekeerd evenredig verband tussen de twee grootheden x en y. We kunnen de grafieklijn tekenen door onze meetpunten. En voor de grafieklijn geldt de vergelijking: grootheid y is een constante a maal grootheid x, maar op de x-as hadden we x-1 uitgezet. En als je dit nu goed bekijkt, dan zul je zien dat uit die grafieklijn we iets belangrijks kunnen halen, want uh, daarin zit de stijlheid verstopt en die stijlheid die is gelijk aan de constante a en in de praktijk heeft die constante a altijd een natuurkundige betekenis, dus we kunnen ook die constante a makkelijk achterhalen uit onze nieuwe uh, grafieklijn, nieuwe diagram met de grafieklijn en in ons eerste diagram was dat een stuk moeilijker geweest. Nog even om het verhaal compleet te maken, ik had ook die twee andere meetseries. Wat zou er nou gebeuren als ik die twee andere meetseries uh, de uh, x op dezelfde manier had getransformeerd en deze ook had uitgezet in de grafiek? Nou, dan had ik deze grafiek gekregen. Je ziet uh, de groene meetserie en de grijze meetserie weer weergegeven. En wat je heel goed ziet bij deze twee uh, meetseries is dat ze niet op een rechte lijn liggen. En onze conclusie van die twee meetseries. Is dan ook dat we hier zeker niet te maken hebben met een omgekeerd. Evenredig verband. Er is nog een tweede methode om na te gaan of je een bepaald verband hebt, en dat is door uh, no een, uh, nog een extra kolom in je tabel te zetten. Want ons vermoeden was dat we een omgekeerd evenredig verband hadden in onze meetserie tussen x en y. En voor een omgekeerd evenredig verband geldt ook dat x maal y altijd een constante is, en dat is dan weer diezelfde constante a. Wat je ook kunt doen, is een tabel maken of een extra kolom in je tabel. En die kolom, daarin ga je uitrekenen: x maal y. En als ik dat met mijn fictieve meetserie doe, dan zal ik zien dat ik bij elke meetpunt waarbij ik dat doe, dezelfde waarde krijg voor x maal y. Dus dezelfde constante. En daaraan kun je ook al afleiden dat we hier zeer waarschijnlijk, nou ja, niet zeer waarschijnlijk gewoon zeker, met een omgekeerd evenredig verband te maken hebben. Welke uh, verbanden zou je allemaal moeten kunnen herkennen? Nou, de, ik heb er hier vijf onder elkaar gezet. En bij elk van de vijf verbanden geef ik even aan um, wat we doen met die grootheid x, waardoor we de grootheid x gaan vervangen. En um, die kennis kun je dus altijd toepassen als je um, een verband wil controleren in een, een van jouw diagrammen. Het eerste verband is omgekeerd evenredig. Nou, die hebben we net al gezien. Dan ziet jouw diagram er ongeveer zo uit. En als je een assentransformatie gaat toepassen, dan ga je op de x-as de x-waarde vervangen door de x tot de macht min 1 waarde. Heb je een kwadratisch verband, dan ga je de x-waarde vervangen door de x-waarde. Een omgekeerd kwadratisch verband die lijkt best wel op een omgekeerd evenredig verband, maar bij een omgekeerd kwadratisch verband ga je je x vervangen door. x tot de macht min 2 waarde. Dan hebben we nog de wortel, die ziet er zo uit. Dan ga je x vervangen door wortel x. Alle waarden pak je de wortel van. Dan de laatste, de derde macht, heb ik geen plaatje van. Komt ook nog wel eens voor. Dan vervang je x door x tot de macht 3. Tot nu toe hebben we ons beperkt tot transformaties op de x-as. Waarbij we dus de grootheid die op de x-as staat uitgezet hebben vervangen door een andere grootheid. Maar in sommige situaties is het logischer of gewoon makkelijk om op de y-as te transformeren. En ook door zo'n transformatie kun je een Kromverband recht trekken. Ik uh, breid mijn tabel uit en je kunt hier dus ook zien met welke transformatie op de i as je verschillende verbanden kunt aantonen. Let hierbij wel op één dingetje: als je gaat kiezen voor een transformatie op de i as dan krijg je ook een uh, andere vergelijking en ook een andere grafieklijn met een andere stijlheid. En als illustratie heb ik een voorbeeldje. Stel ik heb een uh, Kwadratisch verband, dan geldt i is a mal x. -kwadraad. Dan zou je dus een nieuwe grafiek kunnen maken waarbij je x kwadraat op de x-as uitzet en dan krijg je een rechte lijn. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om wortel i uit te zetten op de y-as tegen x. En dan krijg je ook een rechte lijn. Alleen de stijlheid van die lijn is anders dan in mijn eerste grafiek. De stijlheid zal dan wortel a zijn. De samenvatting, wat hebben we gezien in deze webles? Als je een verband herkent in je grafiek een verband dat geen rechte lijn is, dan kun je een inschatting maken van het soort verband dat je ziet. Je voert de bijbehorende transformatie uit. Je maakt een extra kolom aan in je tabel en je gaat de waarde uitrekenen aan de hand van die transformatie. Die nieuwe waarden zet je uit in je nieuwe grafiek. En als het goed is, liggen de meetwaarden op jouw nieuwe grafiek op een rechte lijn. Als dat zo is, dan heb je het verband gevonden. Als dat niet zo is, ja, dan kun je of een ander verband gaan proberen te herleiden. Of je kunt uiteindelijk ook tot de conclusie komen dat er gewoon geen bekend verband in jouw oorspronkelijke grafiek te vinden is. Nog een tip. De stijlheid van de grafieklijn die je hebt gekregen als je dus een recht evenredig verband hebt gekregen. Die stijlheid heeft eigenlijk altijd een natuurkundige, natuurkundige betekenis. En daar kun je vaak wat mee. En vergeet ook niet dat als je ervoor kiest om de ei-waarde te transformeren, de grootheid op de ei-as, dat je dan ook een andere stijlheid krijgt van jouw rechte lijn.